hoe je de jazzy kan doen. We beginnen heel rustig. Wat je doet is, jouw rechterbeen stapt uit, jouw linkerbeen zet je erachter. Dan gaat jouw rechterbeen weer voor en komt jouw linkerbeen weer naar voren. Dus wat je krijgt is achter, voor, achter, stap. Hetzelfde doe je met de andere kant. Dus jouw linkerbeen stapt uit, jouw rechterbeen gaat erachter, jouw linkerbeen komt er weer voor en jouw rechterbeen stapt weer terug. Dus je gaat elke keer naar achter. Wat dan heel belangrijk is, is dat jouw armen zo blijven als eigenlijk twee tafeltjes naast je of eigenlijk de hoogte van je benen. Yes? Dus even de armen erbij en de benen. Je linkerbeen gaat naar achter, rechterbeen komt terug en zo stap je weer bij. Voor de andere kant gaat jouw rechterbeen weer naar achter, links komt voor en dan stap je weer bij. Wat belangrijk is om eraan toe te voegen zijn je schouders. Eigenlijk is het idee wat je schouders doen, je draait ze rond. Waardoor je borst ook vanzelf naar voren komt. Dus op het moment dat jij naar achter stapt, gaat jouw borst in. Yes? Dus nu ga ik het even voordoen. Mijn linkerbeen gaat achter. Mijn borst gaat in. Terug. Sluit bij. Andere kant. Je rechterbeen gaat achter. In. Terug. Sluit bij. En op het moment dus dat jij jouw been naar achter zet, komt jouw voorste been omhoog. Yes? Ik zal het één keer rustig laten zien. Dus je handen naast je. Achter. Terug. Achter. Terug. Doe maar mee. Achter. Terug. Achter. Terug. Gaan we ietsje sneller doen. 5. 6. 5. 6. 7. 1. 2. Yes. Nice. Gaan we door. Dit was de Jazzy. Veel succes.